Mijn naam is Martien Brandhorst. Ik sta op 3 van de PvdA-kandidatenlijst. En ik ga voor de komende 4 jaar om het schaarse groen in Zuid-Holland te behouden. U kent dat wel. In de ene gemeente staan er allerlei kantoren leeg. En in de gemeente ernaast wordt een nieuw bedrijventerrein in een prachtig groen gebied gebouwd. Dat wil ik niet meer. Dat wil ik de komende 4 jaar bereiken, dat we daarmee stoppen. En hetzelfde geldt voor het Groene Hart. Een prachtig groen gebied tussen de steden. Steden waar mensen graag willen recreëren, sporten, wandelen in groene gebieden. En dat wordt toch langzamerhand afgesnoept en kleiner en kleiner. De komende 4 jaar wil ik en de PvdA dat dat groene gebied open blijft en dat we dat behouden, ook voor mijn kinderen en uw kinderen. Daar ga ik voor de komende 4 jaar.